Nou, hij rijdt heerlijk. Zoals je hoort is hij heel stil. Er zitten een paar mooie snufjes in. Sommigen noemen het de auto van de toekomst, de waterstofauto. Deze zijn nog niet veel in gebruik, maar wethouder Boep Vasthout mocht er vrijdag een ritje meemaken bij Toyota van Haasteren in Leiderdorp. Nou, dat vind ik hartstikke leuk dat Kees vrij is om... Spreek Kees wel eens bij de LOV, de Leiderdorps Ondernemersvereniging. Toen heb ik gezegd, goh, mag ik niet een keer eens een rondje rijden in die waterstofauto van jou? Nou, dat vond hij geen enkel probleem. En dat is natuurlijk niet alleen heel mooi dat we dat hebben in Leiderdorp, maar ook heel belangrijk, omdat we alleen met dat soort technieken op alle fronten uiteindelijk die enorme transitie met elkaar kunnen gaan maken. Naast elektrisch rijden kan dit een goed alternatief zijn om ervoor te zorgen dat Nederland CO2-neutraal gaat worden. Nou, je wordt aangedreven door waterstofgas wat in een brandstofcel omgezet wordt naar water met zuurstof erbij. Dus je enige uitlaatgas is water, puur water. Daarbij komt een elektron vrij en die wordt er gebruikt door de motor. De elektromotor. Dus je rijdt eigenlijk elektrisch aangedreven. Alleen de motor krijgt niet zijn stroom uit een batterij, maar uit de brandstofcel. Een waterstofauto verschilt op meerdere vlakken met een elektrische of brandstofauto. Hoewel dit volgens Kees van Haasteren veelal positieve verschillen zijn, zijn veel mensen nog sceptisch. Het is veel makkelijker dan een elektrische auto, omdat je slechts in 5 minuten weer een volle tank hebt en weer 500 kilometer kan rijden. Het rijdt heerlijk, het rijdt zonder enige uitstoot, het is betrouwbaar, het heeft zich al bewezen. Op het moment is het al allemaal binnen 50 kilometer actieradius, dus kan je tanken door heel Europa behalve Frankrijk. Dus dat probleem, dat is er al niet meer eigenlijk. Dus ja, de weg daar naartoe is wel ingeslagen. Voor de gemeente Leiderdorp kan de waterstofauto ook een oplossing zijn om in de toekomst uitstoot tegen te gaan. Nou, daar kijken we bijvoorbeeld wel naar, ook naar waterstof. Nou, dat zit nu nog heel erg in de kinderschoenen, dus ik denk niet dat we daar nu al in Leiderdorp aan toe zijn. Maar ik denk voor de toekomst dat dat zeker het wagenpark van een gemeente ook een combinatie van elektrische batterij en elektrisch met een brandstofcel gaat worden. Jazeker.